Kort staan mevrouw Thiele van de VVD. Dank u wel, voorzitter. En dit is mijn eerste coronadebat. En u kunt zich voorstellen dat ik wel 100 vragen en 1001 wensen heb. En daar ga ik dan een deel van in deze komende 4 minuten proberen te benoemen. Voorzitter, de persconferentie afgelopen vrijdag was voor velen een lichtpuntje in deze donkere coronatijd. Winkeliers en kappers en hun klanten, amateursporters en studenten. Nederland is nog niet volledig opengegaan, maar kan een stapje vooruit. Een klein stapje vooruit. Maar er is nog geen reden voor echte blijheid. Horecaondernemers staan met lege handen, evenementen kunnen niks plannen en cultuurmakers hebben nog weinig zicht op opening. En voorzitter, daar komt bij dat heel veel mensen in het land het ook niet meer goed snappen. In België en Duitsland is het gewoon druk op de terrassen. En mijn fractie heeft steeds meer zorgen over de neveneffecten van het virus of, om het met een uit de zorg geleend gezegde te zeggen, operatie geslaagd, patiënt overleden. Voorzitter, het is ons samen met z'n allen gelukt om code zwart te voorkomen, mede door het vroege en stevige ingrijpen in december. Dat was verre van leuk, maar wel effectief. Maar alleen die operatie laten slagen is niet genoeg. En ik wil dat we de hele samenleving in het oog houden. Ik kom daar straks nog even op terug. Want voorzitter, de lange termijn is begonnen en we moeten leren leven met het virus. Eerst nog iets over de maatregelen nu en de besluitvorming van volgende week. Voorzitter, voor mijn fractie is de vraag, wat kan er wel? Wat is er nodig om volgende week een volgende stap vooruit te zetten? Ondernemers staan klaar met protocollen en heel veel goede wil om weer open te gaan. Hoe maakt het kabinet de keuze wat er wel kan? Er is zoveel kennis, uit de Field Labs bijvoorbeeld. Hoe wordt die nou gebruikt in het wegen van de prioriteiten? En wat is die ruimte waar het zo vaak over gaat? Graag een toelichting. En mijn tweede vraag daarover, hoe kan het kabinet daar beter over communiceren? De meerderheid van de mensen voelt de eigen verantwoordelijkheid en wil graag meedoen om het virus te bestrijden. Als ze maar begrijpen waarom en hoe. Anders haken ze af. En dat zien we ook wel gebeuren. Ondernemers, ik zei het al, weten niet wat ze kunnen doen om weer veilig open te mogen. Te veel mensen twijfelen of ze nog een vaccin of een booster willen halen. En wat met hun kinderen? En ook de communicatie over quarantaine en mondkapjes kan beter. Hoe gaat de minister hier meer duidelijkheid over geven? Communicatie is meer dan zenden. Het werkt alleen als de boodschap ook aansluit op de behoeften van de ontvanger. En ik vraag de minister wat hij doet om dat inzicht te verkrijgen. Hoe past het kabinet inzichten over de behoeften van de ontvangers toe in de campagnes? Graag een toelichting. En mensen willen ook een eenduidige boodschap vanuit de, ik noem het maar, autoriteiten. Den Haag, de gemeente, de experts van het OMT. En dat gaat niet zo goed als OMT-leden op eigen houtje adviezen, besluiten en meningen de media insturen. Hoe kijkt het kabinet daarnaar? Graag een toelichting. Dank u wel. Interruptie van mevrouw Agema, PVV. Dank u wel, voorzitter. Ja, de constatering van mevrouw Thiele is natuurlijk heel erg juist dat ondanks dat overal hetzelfde virus waart, er heel verschillend wordt omgegaan met dat virus in verschillende landen. En ja, wat ik ook constateer is dat wij staan op een ideologisch kruispunt. Welke kant gaan we op? Gaan we, net als Verenigd Koninkrijk, alle maatregelen opheffen, de mondkapjes opheffen, thuiswerken, de coronatoegangsbewijzen, of gaat Nederland mee op het pad van repressie en onderdrukking en vrij op de perkende maatregelen zoals 2G. En mijn vraag aan mevrouw Thiele is of zij nog steeds doorgaat met 2G. Mevrouw Thiele. Mevrouw Agema, goed doet is de twee uiterste schetsen. Aan de ene kant repressie noemt mevrouw Agema het, aan de andere kant gewoon alles weer open. Ik denk dat het belangrijk is dat we voorzichtig stappen nemen. Ook omdat ik heel graag wil dat we nooit meer terug hoeven. En ondertussen kan het virus nog allerlei verrassingen voor ons in petto hebben. Dat hebben we de afgelopen 22 maanden wel gezien. Wat mij betreft is het belangrijk voor de lange termijn dat we voldoende middelen, maatregelen, instrumenten, wat voor term je daar ook voor hebt, ter beschikking hebben om op het moment dat het nodig is in te kunnen zetten als dat nodig is. In bepaalde variaties, in bepaalde situaties, op bepaalde momenten, bepaalde regio's, ik weet het niet. Maar volgens mij hebben we een palet aan maatregelen nodig om in te kunnen zetten als het nodig is, om te zorgen dat we nooit meer een stap terug hoeven doen. En dan is 2G zou wellicht zomaar een van die maatregelen kunnen zijn. Mevrouw Agema. Ja, mevrouw Thiele is kennelijk wars van feiten en cijfers en ook van een doorrekening van TU Delft die net herzien is en waarbij dus het effect van 2G toch bijzonder marginaal is. Dat is nou, bijzonder weinig. En dan is er ook nog eens vaak gerekend met content die nog gebaseerd was op Delta. Dus de werkelijkheid zal nog een nog veel kleiner effect zijn. Ja. Als het gaat om de medisch-wetenschappelijke onderbouw. Nee, ik vroeg naar de ideologische keuze die de VVD gaat maken. Gaat de VVD
de ideologische keuze maken om afscheid te nemen van coronatoegangsbewijzen, zoals het Verenigd Koninkrijk dat heel nadrukkelijk doet? Of gaat de VVD de ideologische keuze maken om die vrijheid beperkende maatregelen in stand te houden? Medisch wetenschappelijke onderbouwingen zijn er niet. Ongevaccineerden zijn net zo besmettelijk als gevaccineerden. Gevaccineerden vaak nog besmettelijker. Dus mijn vraag is, welke ideologische... Nou, ik kan staan sturen, maar ja, u doet dit dossier nog niet zo lang. Ik doe hem al wat langer, maar... welke ideologische keuze gaat de VVD maken? Kiest zij voor coronatoegangsbewijs die louter rust op ideologische overwegingen van repressie, vrijheid, beperking en onderdrukking van bepaalde groepen in de samenleving? Of gaan we terug naar normaal met de VVD? Mevrouw Thiele. Ik vond het best wel een lange interruptie, voorzitter. Maar goed, dat is dan zo. En het is best wel lang omdat voorzitter, er ook heel veel in zit... Ja, omdat er ook heel veel in zit. Mevrouw Agema beweert een aantal dingen, en ik stond daar non-verbaal op te reageren, die ook niet helemaal kloppen. Dan even over 2G en het rapport deze week van de TU Delft. Daar werd gekeken naar de effectiviteit op de besmetting op de besmettingsverspreiding bij 2G-gebruik of 1G of 3G. Wat we in november volgens mij wilden zien, is wat ook het effect is, en dat zal mevrouw Agema met mij eens zijn, want de druk is op de zorg. En dat zou je wel eens tot heel andere effectiviteit kunnen komen. Misschien wel een betere effectiviteit. Ideologisch, ik hou niet van repressie. Dat zal iedereen die mij kent als lid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie erkennen. Maar de pragmatiek dus van een aantal maatregelen die je op verschillende situaties, in verschillende momenten, op verschillende variaties in kunt zetten, daar ga ik nu nog geen dingen van uitsluiten. Omdat het ons kan helpen om de samenleving stap voor stap weer open te krijgen. En dat is volgens mij iets wat we helemaal met z'n allen hier willen in deze Kamer. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Als de VVD iets wil doen aan de druk op de zorg, dan moet ze iets doen aan de intensive care capaciteit. Die is veel te laag in Nederland. Dat heeft u vanmorgen ook bij de technische briefing kunnen zien, de vergelijking met andere landen. En uw vraag? Maar dat doet de VVD niet. Dus mijn vraag is, hoe kan het nou dat de VVD wel, als het gaat om het verminderen van ziekenhuisopnames, zoiets als een coronatoegangsbewijs, waarbij een tweedeling wordt gemaakt in de samenleving. Een tweedeling die nu opgaat voor 6,6 miljoen mensen die geen boosterprik heeft gehaald. Ja. Gaat de VVD 6,6 miljoen mensen de toegang ontzeggen tot cafés, bioscopen, niet-essentiële winkels, dierentuinen, bioscopen? Dat is mijn vraag. Ja, mevrouw Thiele. Gaat de VVD 2G steunen en 6,6 miljoen Nederlanders die de boosterprik niet hebben gehaald uitsluiten van de samenleving? Mevrouw Thiele. Het vervelende is dat mevrouw Agema toch niet helemaal goed luistert naar wat ik zeg. Wat ik zeg is dat er maatregelen nodig zijn om in verschillende situaties, op verschillende momenten in te kunnen zetten om open te kunnen blijven. Dus wat mevrouw Agema nu beweert over 2G en dierentuinen, om zo maar te zeggen, zover zijn we nog helemaal niet. Die discussie moeten we hier ook in de Kamer voeren. Als mevrouw Agema had weer twee vragen in één interruptie. Als mevrouw Agema vraagt wat doet de VVD aan IC-capaciteit, volgens mij is het de afgelopen jaren zeker wel gesteund om te zorgen dat de IC-capaciteit hoger wordt. En daarnaast, IC-capaciteit verhogen is echt geen oplossing. De oplossing, want u heeft zelf die mensen gezien die daar liggen, naar adem liggen te happen en met allerlei slangen in hun lijf in leven geprobeerd houden. Als we dat met z'n allen gaan nastreven, dat lijkt me niet. En volgens mij wil mevrouw Agema dat ook niet. Laatste vraag, ja, mevrouw Agema. Ja, nou, mevrouw Thiele blaast heel hoog van de toren, maar ze kent de feiten niet. We hebben nog steeds de helft minder IC-capaciteit dan het gemiddelde in Europese landen. Hey, als je het hebt over de dijken, de golf en de dijk. We hebben zo'n dijkje, die golf kletst er iedere keer tegenaan. En in het regeerakkoord staat niets anders dan flexibel opschalen. Precies wat er nu gebeurt. Er komt de coronagolf, er wordt wat opgeschaald, maar tegelijkertijd wordt er ook afgeschaald als het gaat om de reguliere zorg, de operaties en de behandelingen. En als de VVD niet bereid is om te komen met een forse structurele investeringen in de ziekenhuizen en het ophogen van de IC-capaciteit, gaan wij nog jarenlang van lockdown naar lockdown. En dat komt door de VVD en het is straks ook zo met 2G. Want het is niet zo, voorzitter, dat als je straks je derde prik hebt gehad, dat je dan ineens niet meer besmettelijk bent. Want die voorbeelden die zijn we ook natuurlijk te over. Dat er bij superspreading events nog steeds mensen besmet raken, zoals de 70 van de 173 op de kerstfeest in Malaga. 40% met drie prikken raakte gewoon besmet. Ja, mevrouw Thiele.
Ik begin me bijna te verheugen op een quizje met mevrouw Agema over feitenkennis. Dat daagt me daar bijna toe uit. En ik heb ook geen zin om daar nu allerlei percentages en aantallen door de zaal te gaan lopen schreeuwen. Wat volgens mij belangrijk is en wat we allemaal willen in deze Kamer en in het land, is stapje voor stapje het richting open. En daar is een aantal dingen voor nodig. Daar is vaccinatie voor nodig, zijn boosters voor nodig. Er zijn coronatoegangsbewijzen, hebben zich daar ook in bewezen. De zorgcapaciteit is daar ook voor nodig. Niet alleen in IC's en ziekenhuizen, maar ook in de langdurige zorg hebben we daar aspect van. Al die dingen met elkaar moeten we ter beschikking hebben om te kunnen wegen op welk moment, met welke verrassing het virus ook weer komt, om daartegen bestand te zijn.